Goedendag, ik ben bij Mike's Live Biljartstudio, Alkmaar. U ziet hier Ton uit Gouda, die gaat 53 karambols maken. Hij gaat van de kiet, hij gaat eerst even warm draaien. We gaan de kiet maken. Ik heb mijn outfit aan met de microfoon. We gaan hem dus tellen. U kunt via het scorebord kunt u volgen. Kijk, deze die is niet helemaal goed geraakt. Je moet even de lijn voelen. Ik leg de ballen weer even terug. Ton is een outsider in de biljartsport. Hij kan leuke ballen maken. En hij probeert een beetje zijn techniek wat sterker te maken. Dus goed recht door de bal enzovoort. Dus we gaan een beetje leren spelen met trekstoten en doorschietstoten. Kijk, speelt hij weer de akit. Net iets te veel effect. Je ziet de emotie van de speler. Dat hij graag die punt wil maken, want hij gaat ervoor. Vorige keer had hij een prachtig raak. Nou, je kunt zien dat deze bal, ik denk dat hij twee keer gestoten heeft, de derde keer scheepsrecht. Tak. Rustig blijven staan. Klein draadje nog met de achterhand, maar tempo is natuurlijk heel mooi. Hij maakt hier één punt. Kijk, en geplaatst. Dus hij is weer back in town. Gaat zich opmaken voor zijn tweede punt. Nou, dit wordt een bal van geel naar rood. Hij moet wat rekken over de tafel. Het is verstandig om dan over de duim te spelen. Kijk, mooi tikje. Kijk, tempo voelen op de derde bal. Dat is altijd nog een dingetje. Hij heeft er nu twee. En krijgt weer een volgende stoot voor zich. U ziet de bal liggen. Hij kan natuurlijk een gele bal raken via de lange band, korte band. Zo naar de rood. Kan nog een bandje bij zelfs. Dus hij gaat voelen. Voelen en tak. Kijk, hij pakt hem via kort lang met een beetje tegen. Kijk, dat is een beetje een gelukje. Had dat geweest, maar hij mist hem toch wel daardoor. Want hij had natuurlijk wat dunner gewild van de gele bal. Nu ligt er een bal van rood. Hij gaat hem via twee band spelen. Iets rechts effect. Het juiste punt aanvoelen. De juiste dikte. Naar de korte band. Kijk, één band. Twee band. Mooi gespeeld. Naar de geel. Kijk, mooi rustig. En dat is mooi, hij komt mooi aan op geel. Iets te dicht erop. Maar hij kan wel weer eventueel dun via de lange band of van rood via de korte band. Dus dun van geel via de lange band, maar van rood ligt hij mooi. Dus hij gaat rood aanspelen via de korte band. Dus voelen, rustig kijken, kijk, pats. Hij probeert hem op te werken. Kijk, u ziet de beweging die hij maakt. Hij zwaait mee met de bal, dus hij zwaait mee naar links. Hij blijft zo op 3 staan. Ik tel rustig door, er komen wat beurten bij. Maar het gaat echt om het trainen van de karambols. Dus ik probeer hem gewoon mooi te tellen en een beetje op weg te helpen. Kijk, hier maakt hij een punt, een los punt. Dus gewoon erop. Kijk, er valt nu een plaatsing. Deze zou hij mooi kunnen trekken van de rode bal. In ene of via de lange band, korte band. Hij wil hem eigenlijk wel van geel spelen. Kan hij natuurlijk niet zo heel goed bij. Kijk, er ligt wel een grote bal hierdoor. Ik denk dat hij een drieband gaat spelen. Dus lange band, korte band, rood. Dus hij gaat mooi staan. Voelen. Kijk, nee, binnendoor in ene. Nou, dat is best raar. Kijk, een eenbander. Prachtig gespeeld, Tom. Kijk, mooi geraakt. Hij kan weer de volgende maken. Deze moeten we op dikte van rood naar de geel. Dus de juiste dikte zoeken. Te dun is mis, maar kijk. Hij is mooi dun. Kijk, dun van rood, dun van geel. Op zich een hele mooie bal. Hij ligt geplaatst bij de gele bal. Maar kan ook via de rode bal in de ronde. Kijk, hij gaat voorom. Hij kan natuurlijk ook achterom. Deze mag niet te dun, maar die gaat hij via de korte band, lange band spelen. Kijk, hij speelt hem
andersom. Hij speelt eerst de lange band, korte band, lange band. Nou, dan gaat hij wat remmend lopen, dus dan gaat hij niet bij geel komen. Zo tel ik de beurten erbij en hij blijft op 6 karambol staan. Hier gaat hij weer dun van de gele, probeert hij naar de rode te gaan. Kijk, die is best raak. Een dunne geel richting de rood. Het is gewoon een bal die je ziet en dan speelt. Niet specifiek met overhouden of dikke raken en bal 2 laten lopen, maar gewoon op dikte naar de derde bal. Kijk, hier moet hij weer wat rekken. En hij kan touché maken met de gele bal. Dus dan moet hij een beetje overheen. Hij staat mooi over de gele bal. Gaat hem mooi raken, rood, binnendoor. Kijk, te veel effect. Komt een beetje door de houding dat hij een beetje in een bochtje staat om te stoten. Maar het is een goede warming-up. Hij heeft al een tijd geen punten gemaakt op de club. En hier kan hij zich even uitleven met een biljartlesje erbij. En even een partijtje tegen zichzelf met dezelfde bal. Dus achter elkaar door naar de 53 toe. Dus we gaan gewoon door met spelen. Gaat nu weer van rood. Binnendoor. Kijk, hij raakt hem te dun. Gaat klossen. Rood loopt richting de gele. Kijk, dit is dan toch wel weer een redelijk maakbare bal, maar die moet toch ook nog wel weer precies ingezet worden. Dus hij gaat deze bal spelen van geel te dun. Kijk, hij heeft geen vertrouwen in de dikte. Kunt u zien aan de achterhand. Maar het is ook gewoon een beetje een routine krijgen. Dus kijk, het punten maken is leuk, maar gewoon de punten spelen, ja, dat is nog een dingetje. Kijk, deze had hij natuurlijk makkelijk kunnen maken, maar te dik en daardoor te veel effect. Kijk, nu gaat hij weer van rood. 1 band, 2 band. Zou hij de geel moeten raken? Iets te dun geraakt. Kijk, zo maakt hij natuurlijk wel wat beurten. Maar het is natuurlijk een goede manier om te oefenen na je 53. En gewoon lekker door kunnen spelen. En een beetje in de lijn blijven. Het is allemaal niet zo makkelijk. Dat heel dun van rood gemoeten, ziet u. Hij is iets te dik. Nu krijgt hij weer een grote stoot. Die kan hij dus kort lang kort spelen. Met rechts, met links effect van rood of binnendoor. Ik neem aan dat hij buitenom gaat. Ja, buitenom. Kijk, hij probeert hem met veel effect via kort lang kort te spelen. Hij geeft iets te kort effect, waardoor hij niet aankomt op de gele bal. Nou, hier ligt een maakbaar punt. Juiste dikte. Vol op de gele. Dus zonder effect. Kijk, vol op de gele. Nu gaat hij naar 8. Je kunt het scorebord mooi volgen. Biljartcomputer.nl. Een mooi scorebord met een handafstandbediening bij het tellen. Kijk, ik kan mooi doorklikken. Weer een beurt erbij. Een eenbander, twee banden. Kijk, hebben. Kijk, het is de bedoeling dat hij mooi blijft staan, maar hij is toch wel bewegelijk om zijn punten te maken. Hij heeft er nu 9. Maar Aton die kan verrassend uit de bus komen. Als hij een beetje warm draait, dan kan hij zomaar wat punten gaan maken. Kijk, hier probeert hij weer een mooie drieband te maken. Kijk, iets te dik, dus dan stikt hij in de hoek. Dan gaat hij via lang kort omhoog. Dus had weer iets dunner moeten. Dan krijgt hij weer een bal van geel. Binnendoor met rechts effect. Eventueel de gele bal weer terug. Maar het is een lange keuvoering. Kijk, hij moet lang afstoten. Hij raakt hem veel te dun. Waardoor hij het niet doet. Hier krijgt hij weer een moeilijke bal. Kijk, hij gaat van rood. Rood, lange band, geel. Kijk, hij raakt hem mooi. Hij maakt er dus gewoon een drieband van. Kijk, dat lijkt dan heel makkelijk wat hij doet. Maar hij speelt hem natuurlijk wel mooi uit de klos. Kijk, voor driebanden was hij prachtig. En waardoor hij weer een mooie stoot heeft. Hij heeft er inmiddels 10. Gaat hij een tweebander,
lang, kort lang. Oké, dit zijn grote ballen en die maakt hij dan toch maar eens even vol erop. Dus soms liggen ze, dan denk je, hij is makkelijk, dan is hij moeilijk. Dan maakt hij hem dus niet, maar nou liggen er twee grote ballen en die maakt hij allemaal prachtig. En nu staat hij inmiddels op 11, hij gaat nu van rood. Hij probeert hem binnendoor via één band. Kijk, één band, iets te veel effect. Waardoor hij dus ver naast de geel gaat. Dus de veel effect van de lange band. Hier ziet u weer een grote stoot. Kijk, hij moet wel dezelfde bal pakken. Dat is goed ontdekt. Hij speelt steeds met wit. Dus hij gaat weer binnendoor. Hij gaat in ene. Dus hij gaat van geel naar rood. Vol erop. Dus gewoon een beetje een makkelijk punt. En dan vol erop. Toch grote ballen. Hij mag weer. Deze kan weer in ene. Gaat hij ook proberen, denk ik. Dus het wordt een dikke rood. En goed in de rood spelen. Stevig in de rood. Je zal zien dat hij de rood stevig aan wil spelen. Het is de moeilijkheid is om goed zijwaarts te laten lopen. Dus goed in te zetten. Kijk, hij voelt hem. Kijk, hij heeft een beetje moeite met zijn trekstoot, maar dat weet hij ook van hemzelf. Maar hij gaat ervoor, kijk, hij gaat ervoor. Dus hij is niet helemaal zuiver met zijn arm. Dus moet ik weer een beurt erbij tellen. Hij blijft op 12 staan. Ik heb die 1 per ongeluk ingetikt, maar die laat ik maar staan. Hij heeft inmiddels 12 punten. Hij heeft iets wat te veel beurten, maar hij kan zomaar een mooie serie maken. Daar gaan we gewoon van uit. Dat hij een mooie serie maakt. Het is toch een mooi spel, biljarten. Hij heeft inmiddels 13. Kijk, hier ligt weer een driebandbal. Hij kan lang, kort, lang kan die spelen. Met wat rechtseffect. Kijk, 1, 2, 3. En die maakt hij dan weer fantastisch. Zo'n driebander. Kijk, zo'n driebander heb je wat meer vertrouwen in. Als een balletje dun of een balletje zachtjes. Maar hij speelt hem prachtig weg. Kijk, die speelt hij er ook weer mooi op. Dat is 15. Kijk, hij gaat al wat mooi staan. Wat makkelijker staan. Is goed. Hij ziet goed de patronen. Kijk, hij ziet ze wel, maar het is niet altijd raak. Hier maakt hij weer een prachtige driebander. Kijk, met een mooie dunne geel. Die zo mooi voor de ballen blijft. Dus hij kan weer van geel naar rood. Kijk, dan heb je er zomaar 16. Dus van geel naar rood. Hup, vol erop. Kijk, hij draait iets mee met zijn keu. Probeer ik hem wel op te attenderen dat hij recht in de bal gaat. Maar bij deze, hij maakt toch zijn punten ermee. Dus nou gaat hij weer in ene erop. Dus hij weet goed hoe ze moeten. Kijk, hup, strak erin. Kijk, hier maakt hij toch weer een soort seriestoot dat de gele bal terugkomt. Alleen zijn bal is niet zo gecontroleerd. En geel is ook wat te hard. Maar hij probeert het te spelen. Dat is gewoon leuk om te zien. Kijk, hij legt alweer aan. Hij ziet gewoon dat hij van rood met wat rechtseffect, dat hij heel mooi naar geel kan. Kijk of het hem lukt. Kijk, pat, zie je? Die speelt hij er gewoon makkelijk op. Kijk, en dus kan zomaar een punt extra vallen. Kijk, de ballen liggen weer voor hem. Hij kan weer mooi van rood naar geel. Kijken wat hij met rood doet, of hij het hard doet of zacht doet. Kijk, hij voelt. Pats. Kijk, hij had hem eigenlijk wat harder mogen spelen. Dunner en wat harder, maar valt weer mooi. Kijk, een geel aan de lange band. Zijn bal midden tafel, daar kan hij makkelijk bij. Hij kan mooi van rood spelen met een beetje rechts. Kijk, juiste dikte. Tik, weer mooi op de gele. Zo maakt hij al een hele mooie serie. Hij staat inmiddels op 21. Dus een serie van 9. Dit is toch knap. Kijk, hier is eigenlijk een makkelijk één bandje met een beetje links effect. Kijk, naar de rode toe. Kijk, hij loopt weg. Dus hij voelt dat hij net mis is. Dat is jammer. Maar goed gespeeld. Kijk, hier haalt hij toch even een serie van 9. Staat hij op 21. Dus dat, als hij dat vaker doet, dan zit hij zo op de 53. Kijk, dit wordt weer een eenbander. Nou, die is even te dik.
Waardoor hij dus langs de geel gaat. Te veel effect. Kijk, hier ligt weer een. Zijn bal ligt wel ver bij de gele vandaan. Maar hij moet de juiste dikte spelen om mooi op rood te komen. Rustig blijven staan. Op geel naar rood. Hier. Kijk, hij is wel dik op geel, maar u ziet het. Hij scoort even goed. Had ook dunner gekend, had hij ook goed geweest. Kijk, hier ligt weer zo'nzelfde bal als de vorige. Dus kan hij weer van rood spelen in principe. Via één band, via de lange band, naar de gele bal. Dus de juiste dikte. Rustig blijven staan. Goed voelen. Tik. Kijk, hij probeert hem. Kijk, het is weer hetzelfde stootje. Hij heeft een beetje moeite met de juiste precisie, ook de snelheid een beetje. Kijk, hier ligt weer een mooie bal van geel naar de lange band. Dus geel aanspelen. Richting de lange band. En een bandbal. Richting de lange band. Kijk, iets te kort effect. Maar eigenlijk ook te dik geraakt. Waardoor hij ook mis is. Nou pakt hij de verkeerde bal bijna. Hij moet met wit moet hij verder. Kijk, hij gaat gelijk van geel. Kijk, hij ziet ze allemaal wel. Maar het is natuurlijk de precisie, hè? De dikte waar je ze in afspeel. Hoe die erop gaat. Dus hier trekt hij hem binnendoor. Lang. En de karambol. Kijk, hij maakt hem wel weer zo'n grote stoot. Dus hij heeft er weer eentje bij. Dat is 23. Kijk. Zo heb je toch zijn vaste punten. Je ziet toch wel waar hij zich zeker in voelt. Dus wat grotere ballen die een beetje makkelijk aan te spelen zijn. Waardoor hij prachtige stoten maakt. Kijk, hier heb je ze weer behoorlijk uit elkaar gespeeld. Maar, kijk, uit elkaar wil niet zeggen dat je ze niet kunt maken. Kijk, deze kan hij nog makkelijk in ene erop trekken. Dus van de gele richting de rode. Hij kan hem ook op en neer spelen. Kijk of hij hem trekt. Dus van de gele. Hij speelt hem echt te dun. Kijk, hij wil op en neer. Het is lang, maar geen controle. Geef niks, Ton. Kijk, je mag weer door. Ballen liggen weer bij elkaar. Goed staan. Goed richten op 2. Je krijgt gewoon een goed versier hiervan. Kijk, richten op 2. Kijk, hij maakt hier een dunne wit. Dat is natuurlijk een bal die je eigenlijk normaal wat dikker zou spelen over zijn afstand. Maar je ziet het, een dunne wit. En door zijn tempo, gewoon strak erop. Maar hij krijgt wel daardoor grote stoten. Kijk, nu probeert hij hem te snijden. Kijk, iets te dik geraakt hier. Anders is hij ook nog raak. Kijk, hij speelt er wel goed naartoe. Maar het is niet allemaal even zuiver. Maar die serie van 9 was natuurlijk wel weer even heel grappig om te zien. En hij zal vast en zeker nog wel eens een hogere serie maken. En we gaan er ook rustig mee door. Het is gewoon leuk om Ton even in actie te zien. Kijk, hij voelt goed. Kijk, hij probeert. Dat trekken, dat is voor Ton een beetje een dingetje. Weet hij ook. Kijk, nou, stoot hij hem af. Kijk, bijna weer vol erop. Even te sterk. Dus hij probeert het wel in één erop. Maar iets te sterk. Kijk, hier heeft hij weer een wat kleinere bal liggen. Hij moet wel de witte pakken. Hopen dat hij dat doet. Ja, hij doet het weer. Ja. Zie je, hij is toch heel enthousiast. Dus hij pakt nu de witte bal. En hij gaat van geel. Hij speelt hem dun. Kijk, die doet hij weer fantastisch. Kijk, hij valt een beetje zo achter de rode. Dan kan hij weer dun van rood via één bandje. Hij staat inmiddels op 26, dus een dun bandstootje. Dun van rood. Kijk, één bandje. Net niet raak. Ja. Wel raak, hij heeft wel getikt. Ja, heel goed. Kijk, 28, hier maakt hij dan toch een serietje. Kijk, zo maakt hij toch 3 leuke puntjes. En weer wat kleiner, hè. U ziet hem dan toch een beetje plaatsend spelen. Kijk, dit kan hij allemaal plaatsen. Kijk, mooi erop. Kijk, geplaatst op geel. Wat doet rood? Rood rolt er iets voorbij. Kijk, dan ligt er weer een mooi balletje. Hij kan hem of dun spelen of doorschieten van geel. Zo te zien gaat hij dun. Ja. Hij gaat dun, dus hij kijkt goed. Hij focust mooi, hoor. Dat is toch wel mooi om te zien. Kijk, heel dun, zie je. Dus 30, wel hard en dun. Als hij hem wat zachter zou kunnen spelen, dan plaatst hij hem en kan hij een bal trekken. Maar goed, hij heeft alweer een balletje. Kijk, dit vindt hij ook leuke balletjes. Zo via één band, via de korte band naar de rood. Met een beetje links effect, dus de dikte.
iets te veel geeft hij dat. Kijk, die forceert hij iets met inzetten. Hij zet hem iets te stevig in op zijn dikte. Dus hij moet hem, had hem iets doorschietender kunnen spelen. Nu gaat hij een snijstoot maken. Van de rode bal. Kijk, hij zaakt eerst de band, waardoor hij dus voorlangs richting de geel gaat. Wat gaat hij nu doen? Hij gaat nu een dunne geel via de lange band. Dan moet hij wel heel precies, of het wordt een drieband, maar via de lange. Kijk, dit doet hij weer fantastisch. Kijk, dit is nou een plaatsing op rood en de gele bal in de hoek. Hij zou hier een seriestoot van kunnen maken. Gaat hij ook doen? Hij gaat nu via de lange band richting de gele bal. Hij geeft links effect. Voelen, voelen. Links effect. Voelen, voelen. Kijk, dat trekken, dan moet hij een beetje, zijn arm is een beetje, dat zit hem in het bolletje. Maar daar, daar werken we aan. Dat is gewoon een goede training voor Ton. Om die trekstoot gewoon weer eens een beetje makkelijk af te stoten. Dus niet die hapering die hij heeft. Daar wil hij ook vanaf. Kijk, nou stoot hij hem toch mooi weg. Richting de gele bal. Kijk, klets en geplaatst. Dus ik bedoel, met zijn handicap doet hij dat toch nog erg goed. Hij is toch gedreven om het te doen. Dus om die bal goed te stoten. Kijk, hier heb je weer een snijstootje. Kijk, die maakt hij toch ook heel makkelijk. En zo tikken we gewoon weer de puntjes erbij. Kijk, hier heeft hij weer een balletje van rood. Moet weer dun. Met zij-effect. Hij probeert het ook. Gaat goed staan. En bovenop een tweebander. Kijk, u ziet hoe fantastisch hij dat kan spelen. Het beeld is wat slecht helaas. Dat is, ja, het is live opgenomen. Dus ik kan daar niet niks aan doen. Ik kan het er wel uithalen, maar het zal, zal het wel weer beter worden. Dat is, dat heeft een beetje ook met de wifi te maken. Kleine storing kan er altijd zijn. Het blijft natuurlijk, het gaat allemaal door de lucht, dus vandaar. Hij maakt dus weer een mooie punt. Hier ligt een grote bal. Kijken wat hij doet. Kijk, hij heeft hier een fantastische bal in zijn hoofd. Zie je, kijk, als hij ook een driebander ziet, dan probeert hij dat ook gelijk goed te spelen. Dat is toch wel grappig. Dus een, lange, een korte band, lange band, lange band. En dan stoot hij dat ook nog lekker vlot af. Nou, hier valt weer een bal binnendoor. Hij kan hem ook via tweeband spelen. Kijken wat hij doet, zo te zien. Hij speelt hem van rood. Ja, hij speelt hem via tweeband. Kijk eens hoe mooi raakt, zeg. En er komt nog een bandje bij. Kijk, rood naar de hoek, geplaatst achter geel. Deze kan natuurlijk dun. Moet niet te dik, gaat hij voorlangs. Maar dun, dan heeft hij hem. Kijk, dun en raak. Kijk, dan valt er wel. Hij is ietsjes te dun gespeeld. Dat hij, de geel had hij wat meer richting de korte band kunnen spelen. Kijk, nu gaat hij gelijk kijken voor een drieband. Kijkt even waar de lijn is, waar hij de witte wil hebben. Dus van rood, gewoon een driehoekje. Lange band, korte band, lange band, korte band, lange band. Kijk, niet slecht. Pats, bovenop. Nou, hij heeft al heel wat driebanders gemaakt. Dus daar kunnen we trots op zijn. Als je zo de ballen kan maken. Zo eventjes spontaan. Je ziet toch, kijk, en het gaat gegarandeerd dat het allemaal beter gaat. Het is ook een beetje, je hebt les en je bent dingetjes aan het uitproberen. Maar Ton die probeert goed in zijn bal te blijven staan. En makkelijk weg te stoten. Hij is wat, toch nog wat onrustig. Dat ziet u gewoon aan de manier van stoten. Dat hij dus als hij stoot, dat hij gewoon een beetje opzij springt. Het beste is om niet naar het scorebord te kijken, maar gewoon om netjes te blijven focussen op die tweede bal. Nou, dat doet hij ook. Je ziet hem gelijk weer staan. Hij is enthousiast genoeg. Hij laat zijn kopje niet hangen. Ook al gaat het dan wat minder. Hier ga ik het geluid aan doen, zo te zien. Want dat was ik vergeten aan te zetten. En dan gaat de telling gaat zo weer door. En dan heb ik ook nog een kastje aan mijn shirtje hangen. Die nog niet aanstaat. Kijk, hier speelt hij toch weer een aardig balletje. Kijk, hier krijgt hij dus de bal van geel. Nou, en dan pats. Kijk, dan probeert hij dat in de ene iets te dun.
Maar zo maakt hij toch heel wat puntjes. Nou, u gaat zo het geluid horen. Dan wens ik u nog veel plezier bij Mike's Live Biljart Studio. En dan komt het echte geluid via de microfoon komt weer binnen. 39. Veertig. 41. Jammer. 29e beurt. 28e beurt, herstel. 28 beurten, 41 ton. Ja. Ah, mooi serietje nog. Kan nog altijd, hè? 42. Zitten toch mooie ballen bij. Ja, jammer. 29e beurt. Ja, dat is een wedstrijd. Zo is het. Je krijgt één kans, hè? Ja. Ja. Jammer. 30e beurt. Weer. Ja. 31e beurt. Even pauze. Even pauze. 32e beurt. Nou, dat geeft niks. Het is weer een beetje inkomen. Zo is het. We gaan voor verbeteringen. 43. 44. Dat is gelukkig ook. 33e beurt. 45. Ik tel hem hoor. Prachtig. Best. Kijk. 46.
Jammer. 34e beurt. Zevenenveertig. Achtenveertig. En nog vijf. Vijfendertigste beurt. En nog vijf. Kijk, dat is een beste. 49 en nog vier. Vijftig en nog drie. Ja, dat geeft niks. En nog drie, Tom. 36e punt. Zevenendertigste beurt. En nog drie. Achtendertigste beurt. En nog twee. Tweeënvijftig en nog één. Je mag je serie afmaken. Oh, ja. Je mag zo'n hoog mogelijke serie maken als je zelf wil. Ja. 39e beurt. 38e beurt. En nog één. Kijk, 53. En een klos. Ton, nou niet slecht. Weet je? 39 beurten. Ja, een hoop beurten, dat wel. Ja. Ah, het is niet makkelijk. Je hebt wel een hele mooie serie gemaakt, hoor. Ja, ik maakte van die stomme ballen. Ja. Maar je hebt ook zo tijd niet. Maar nee, precies. Een beetje er weer inkomen. Ja. Maar toch goed je best gedaan om wat te maken. Ja. Je ziet een beetje wat er wel en soms niet goed gaat, hè. Dat is... Ja, maar goed, het is wel even lekker voor je om even die punten gemaakt te hebben. Kijk, en dan kun je nagaan een serie van 9, dat is één beurt. Dus dan maak je bijna een vijfde partij uit, hè? Zit die vast? Ik krijg hem alles voor je, denk ik, hoor. Zie je, een beetje... Nou, goed gegaan, leuk.